Zoals ik net al zei, want die komen op het bedrijventerrein. Dus ik heb het wel geprobeerd om die brug te starten. Ja. Nou, maar ik denk dat het nog, dat de mevrouw die net een vraag stelde, geen antwoord heeft gekregen. Wat is nu het verschil? Bij een ja krijg je echt alles voor iedereen. Bij een nee blijft de helft van Conder Wessels. Dat is een private eigenaar. De helft van heel Stadsblok en mijn bedrijf blijft onverantwoord. Dat is antwoord op de vraag. Dan over de woningen. Er wordt gezegd dat het participatietraject geweest en in de gebiedsvisie staat dat er geen woningen komen. Dat staat helemaal niet in de gebiedsvisie. Er staat in de gebiedsvisie dat er onderzocht is of er behoefte was aan woningprogramma. Dat was er niet zoveel. Dus bij de vaststelling, hebben we nog een filmpje kunnen zien, heeft Henk Kok gezegd, nou, veel meer dan, vaststellen op 100 willen we niet doen, maar het zou ook wel wat meer kunnen worden. Het staat uit, ik heb het hier voor me liggen, dus als je mee wil lezen, in de gebiedsvisie wordt beschreven ondersteunende woningbouw, ter vervanging van fabriekshallen, ondersteuning de woningbouw, stadsblokken. Staat allemaal pagina 56. Het vraagt me wel eens af of iemand wel eens de gebiedsvisie heeft gelezen. Pagina 56. Oké. Okay. Ja, nee.